Hier hebben we het Sint-Janskruid. Deze plant bevat antidepressieve eigenschappen. Wat we zeker weten is dat die een soort opbeurende werking heeft. Je wordt er dus vrolijk van. En het is dan ook weer niet zo dat je dan elke dag 6 koppen sterke thee ervan moet gaan drinken. Gewoon rustigjes aan. Mij helpt het altijd als ik een beetje een winterdipje heb, een herfstdipje. Dat ik dan 1 of 2 kopjes per dag drink en dan pept het je weer op. Als je het ook weer te veel drinkt, kan het ook weer niet zo goed zijn voor de lever. Het heeft dus een interactie met sommige medicijnen, dus moet je oppassen. Je kunt het zo herkennen. Als je hem zo tegen het licht houdt, zie je allemaal kleine gaatjes. Kun je ook terugvinden in de Latijnse naam. Hier zie je deze ernaast groeien, maar dit is hem dus niet, hè? Even goed naar die bloemetjes kijken, zie je dat? Hij groeit langs weggetjes, hier groeit hij bijvoorbeeld gewoon langs een spoor. Hij groeit gewoon in veldjes, je komt hem overal in de natuur wel tegen. Rond 21 juni bloeit hij, maar nu zitten we al in juli en bloeit hij nog steeds. Je gebruikt de bovenste plantdelen. En dat droog je ook gewoon weer op zijn kop in een donkere ruimte. En dan heb je gewoon, als je even een klein winterdepressietje hebt of zo, kan je even 2 of 3 dagen dit kruid drinken als thee. En dan kan je een beetje oppeppen, weet je.